NEC speelt vrijdagavond thuis in het eigen Goffertstadion tegenstander Almere FC. Wat neemt trainer Jack de Gier mee uit de vorige wedstrijd tegen Go Ahead Eagles? Nou ja, kijk, het is 4-4 en als je 4 goals scoort in een uitwedstrijd, dan kan je daar tevreden over zijn. En dan vinden we eigenlijk ook allemaal dat je die wedstrijd moet winnen. Alleen de manier waarop we vooral de eerste 2 doelpunten weggeven, die was niet goed. Dat heeft vooral met het verdedigen te maken, het duel winnen en het niet ofwel meelopen met de man. Door die tegendoelpunten manoeuvreer je jezelf in een wedstrijd, in een zo moeilijke startsituatie, dat je eigenlijk continu achter de feiten aanloopt. Dan is het wel goed dat je terugkomt naar 4-4, maar ja, die momenten moeten er echt wel uit, want anders dan is het elke week vechten tegen de BK. De donderdagtraining verliep pittig. Ja, nou ja, goed. Meestal doen we donderdag even korte partijen om de zaak op scherp te krijgen voor een wedstrijd. Nou ja, als je naar Go Ahead kijkt, dan lukt dat niet altijd. Dus dat probeer je wel. Dus we hebben kort en intensief getraind. We hebben in het stadion de corners vrij trap al getraind, zodat niemand daar naar kan kijken. En dan moeten we weer klaar zijn voor morgen. Morgen tegen Almere City FC. Wordt dat weer een speciale dag voor de trainer? Ja, natuurlijk. Kijk, ik heb 2,5 jaar bij Almere gewerkt en succesvol geweest en een leuke periode gehad gewoon. Dus dan kijken we er altijd met een goed gevoel op terug. Dat is niet hetgene wat telt, want voor ons telt alleen de winst morgen en daar gaan we ook vol voor. Is er iets wat je meeneemt vanuit Almere? Ja, uiteraard. Spelers die er vorig seizoen speelden en die je ken, ja, daar kan je wat meer informatie over geven dan misschien dat je normaal hebt van spelers die je wat minder goed kent. Overal kijk je altijd naar hoe het team speelt en ja, om kleine dingetjes aan te geven kan je dan spelers ook wat meer informatie geven over spelers van Almere. Verder nog wat te delen? Nee, wij kijken naar de wedstrijden. We kijken vooral naar de laatst gespeelde wedstrijden en naar de te verwachte opstelling en speelwijze. Ja, daar stellen we ons eigenlijk op in en voor de rest kijken we vooral naar onszelf. De wedstrijd NEC Almere City FC vrijdagavond 8 uur in het Goffertstadion. En natuurlijk live te beluisteren via rn7.nl.